allemaal en welkom in Knienenburg. Althans, zo wordt Apeldoorn genoemd in carnavalstijd. Afgelopen vrijdagavond was het startsein van 5 dagen gehors, meezingen, in een optocht door het centrum gaan en lekker veel zuipen. Proost! Maar voor het feest echt kon beginnen, moest er eerst nog een plechtig moment plaatsvinden, namelijk het overdragen van de stadssleutel van Apeldoorn. Voordat dat echt plaatsvond, werd er in de burgerzaal al een leuk en gezellig feestje gehouden. Jij met uw stralende ogen, ben zo mooi, daar is niks van gelogen. Ga jij met mij vanavond op stap, laat het boel maar de boel, nee dat is geen grap. Waarnemend burgemeester Hans IJsmeijer zou u zo op het oog niet zo snel tussen deze hossende menigte zien. Maar vrijdagavond was hij wel degelijk van de partij en als geroutineerde torenspeaker sprak hij verbeeldend. Heel mooi is het dat morgen er weer een optocht is. En ik heb me laten vertellen dat hij langer is dan vorig jaar. Dat is mooi. Ik heb ook altijd met veel plezier naar de optocht gekeken. En wat ik de laatste jaren mis, dat is de bijdrage van Circulus. Want ik vond het zo mooi dat Circulus ook meedeed aan de optocht met 2 wagentjes aan het eind van de optocht met zwaailicht en vegers aan weerszijden van de straat. Dat vond ik humor. Niet iedereen kon die humor waarderen, heb ik begrepen. Daarom zijn die wagentjes er niet meer. Omdat mensen dat hebben opgevat als, ziezo, het is mooi geweest en nou weer opruimen. Ik heb niet zozeer gekeken naar de vegertjes, ik keek vooral naar het zwaaien. Ja, dat vond ik een mooi gebaar aan het eind van de optocht, dat er gezwaaid werd naar het publiek op Circulus. Maar Circulus doet daar niet meer aan mee. Jammer eigenlijk. Ik vind dat ze toch weer mee mogen doen. En als de carnavalverenigingen met elkaar zeggen, doe maar weer mee, daar ben ik er zeker van dat ze ook weer in de rij mee zullen gaan doen. Het sleutelvleugeltje. Het geweest naar de sleutel. De stadssleutel. En dit is het moment dat Apeldoorn niet langer Apeldoorn genoemd zal worden, maar Knienenburg. Dit is het moment dat ik de sleutel zal overdragen aan de prins en daarmee ook de macht over deze stad. Niet langer de ernst en de stomheid zal hier regeren, maar de leugen en het feest regeert. Nou is dat sleutel overdragen in Apeldoorn al heel erg bijzonder. Want als u naar het wapen van Apeldoorn kijkt, dan ziet u daar een adelaar. En dan ziet u daar in het midden van die adelaar, dwars daarop, een sleutel. Ja, als ik de adelaar probeer na te doen, daar is wel enige fantasie voor nodig natuurlijk, dan staat die adelaar er zo. En dan is de sleutel zo ongeveer in het lijf, in het middenrif. Bijna in het hart. En daarom vind ik het ook een heel mooi symbool om de stadssleutel uit het wapen van Apeldoorn, uit het hart van de adelaar, aan de stad binnen te geven. Want zodra ik dat gedaan heb, kan het feest losbarsten, gaan de harten sneller kloppen en is er alle reden om even alle zorgen aan de kant te leggen en met elkaar plezier te maken. Dit is het moment, prins en prinses, kom alsjeblieft naar voren met uw gevolg. En ik zal de sleutel uit deze kist halen en hem overhandigen. U weet dat de minister van Financiën ook een mooie kop heeft om daar in de miljoenennota te presenteren. De burgemeester Apeldoorn doet niet minder met ook een hele mooie kist en daarin de sleutel van de stad. Is het niet mooi? Kunnen jullie je gaan voorstellen de adelaar en de sleutel? Ik
ik ga hem nu overhandigen. Deze grote sleutel past de stadsprins. Alsjeblieft, bewaar hem goed. Wees er zuinig op. Dinsdagavond kom ik hem weer ophalen. Wat bij deze overdracht van de macht hoort, en dat is de overhandiging van de kniekens. Gaat hij er overheen? Ik zal nu. Dank u. Zo, en nu kan het feest eindelijk beginnen. En dat gebeurt in de burgerzaal. En met een ballet. Jawel. En dat zie je niet zomaar. Sterker nog, dat zie je maar zelden. En hoe later op de avond, hoe jonger de dansmariekes. Laat u even kennis maken met Prins Carnaval Mark de Eerste, onze tijdelijke burgemeester van feest, zeg maar. En jeugdprinses Frances. Prins Mark, het carnaval is nu echt formeel van start. Wat zijn de heel korte plannen voor de komende dagen? Ja, we gaan morgenavond gaan wij met z'n allen vlinderen. Met de hele vereniging, met een grote bus. Dan gaan we naar twee plaatsen toe, naar Doetinchem en naar Elden. En morgen hebben we natuurlijk eerst de optocht. Daarna gaan we eens vlinderen. Zondag gaan we met de hele vereniging naar Serenberg.
gaan we daar de hele dag optocht bekijken en kroeg in, kroeg uit natuurlijk. En zo gaan we eigenlijk het hele carnaval eigenlijk door. Komen er ook nog wat tegenbezoeken van andere verenigingen? Nee, wij krijgen geen tegenbezoeken van andere verenigingen, want we hebben niet echt een eigen residentie. We hebben ook een jeugdprinses. Wat is jouw programma voor de komende dagen? Nou, hetzelfde eigenlijk als Mark, en alleen ik ga niet mee met vlinderen. En waarom is er geen jeugdprins? Durfde die niet? Nou ja, we konden geen jeugdprins vinden. En ik heb nu wel een hofdame, dus we zijn wel met z'n tweeën. Een normaal mens krijgt bij een huldiging één medaille omgehangen, maar bij Hans Esmeijer is dat weer even anders. Daar krijgt hij er zelfs twee. Bij een prins en een jeugdprinses horen ook medailles en die willen nu even de heer Esmeijer, onze waarnemend burgemeester, een medaille overhandigen. Ja, meneer Esmeijer, naast de ambtsketen bent u nu ook gehuldigd in het carnavalsleven. Ja, je hoeft alleen maar waarnemend te zijn. Je hebt gelijk twee medailles te pakken. Niet gek natuurlijk. We gaan nu over naar zaterdag. En daar was de optocht. En zoals je hoorde, ietsje langer dan normaal. De optocht begon zaterdagmiddag rond 1:30 vanaf de Vleitseweg via de Deventerstraat naar de Stationsstraat, de Hofstraat, de Nieuwstraat, via het Leienplein de Asselse straat door en daarna de Prinses Beatrixlaan op met als eindbestemming de residentie van de carnavalsvereniging De Klutsers. Die klutsers waren ruimschoots in de stoet der vrolijke zotten aanwezig en dat had te maken met hun 4x11-jarig bestaan. Ja, precies, dat is 44 jaar. Het meedoen aan een carnavalsoptocht is zo leuk, daar kun je niet vroeg genoeg aan deelnemen. Plaatselijke politieke partij Gemeentebelangen vindt zichzelf lollig genoeg om bij deze lolbroeken aan te sluiten. Met vier echte ezels was het soms lastig leden en dieren uit elkaar te halen. Kijk zelf maar. Wegens ruimtegebrek dit kleine karretje, want anders paste het mooi niet meer in de stoet. Ik heb een orgie bij me thuis. Ik
Ook de carnavalsverenigingen de Sleutelvleugeltjen, de Zuidervestzakjes als de Grasvreters zorgden voor een bonte, dolle boel tijdens de optocht. Na snoep werd er ook tulpen aan de toeschouwers uitgedeeld. Ja, zelfs de cameraman kreeg zo'n bolproduct in zijn enige nog vrije hand gestopt. Nou, dat is wel aardig. Dankjewel. En met deze nogal windgevoelige praalwagen, want daar zit de prins van feest in, eindigt deze stoet. Bent u er dan vanaf? Nee, want we gaan eerst nog naar de residentie van de klutsers. Aan het einde van de optocht verzamelen alle zelfrespecterende carnavalshorsers zich in het duivencentrum aan de Prinses Beatrixlaan nummer 240, welke omgetoverd is tot residentie van de carnavalsvereniging De Klutsers. Waarom ze dat doen? Nou, heel simpel, er worden prijzen uitgereikt en er valt weer heel wat bier te drinken. Er werden diverse prijzen weggegeven, waaronder aan de jeugd. En de eerste bij de jeugd. Nummer 7, de Klutsers Jeugdwagen. Nou, ik vind het een grote eer om eerste te worden met de jeugdwagen. En bedankt. Wat een spreker is die man, dat is een man die ouwe hoeren kan. Wat een spreker is die man. Leuke is, hij was wel kort en zakelijk, dat mag ik wel. Dan krijgen we de reclame, C-categorie. Ja, en dat kan er eigenlijk maar één zijn, hè. Zijn wij nou ezels, zijn zij nou ezels, of zit in het stadhuis alleen maar ezels? Gemeentebelangen. Komt die even naar voren, gemeentebelangen. Oh, die is er al. Beste mensen, we zijn natuurlijk geweldig trots dat we het weer gered hebben. En we beloven jullie dat in de komende jaren nog vele items zijn. Vergeet niet straks op gemeentebelangen te stemmen. De enigste manier om Apeldoorn er weer bovenop te helpen. Zo lekker kindje, ik zag hoe 's morgens in de kroeg. Ik dacht ik had er over sloeg. Wat een lekker ding ben jij, en je hebt zo lekker kindje. Ik zag hoe 's morgens in de kroeg. Ik dacht ik had er over sloeg. Eigenlijk is hier gewonnen bijna door 7 wagens. De 4 wagens plus Zonnehuis, oftewel de Klutsers. 44 jaar de Klutsers. Dat werd duidelijk. Van het hart van de Klutsers!
plaats surfen. Hartelijk gefeliciteerd met jullie overal prijs. Maar ik vind eigenlijk dat we allemaal winnaars zijn. Absoluut. Door zoveel aan de baas gesleuteld te hebben, aan de loopgroepen wat versierd te hebben of wat even loop gedaan hebben. We zijn in principe allemaal winnaars van deze optocht. Zo, de kop is eraf en dus nu tijd voor waar ze eigenlijk voor komen, zuipen en natuurlijk in de Polonaise. Terwijl ik nu alleen maar denk aan bier, want bier is heel mijn wereld. Ik laat je thuis, achter het fornuis, ik laat je thuis. Lekker voor de buis, we zijn misschien getrouwd, maar dat maakt me niet benauwd. Je stem maakt me ziek, maar het is net waar je van uit. Ik laat je thuis. Ik zat voor de tap, samen met Harry en Jopie en Ab. We bestelden een bier, we hadden plezier. En toen zag jij mij en toen was het voorbij. Nu jaren later zijn we nog samen. Lopen we buiten, dan moet ik me schamen. Samen naar bingo en soms naar de kerk. Jij op de bank en een Gerst aan het werk. Ik laat je thuis, achter het fornuis. Ik laat je thuis, lekker voor de buis. We zijn misschien getrouwd, maar dat maakt me niet benauwd. Je stem die maakt muziek, maar het is net waar je van houdt. Ik laat je thuis. De Polonaise gaat voorlopig nog wel even door, maar wij zijn uitgehorst. Bedankt voor het kijken, nog een vrolijke avond verder en à la af.